Een stil bospad midden op de Utrechtse heuvelrug. Wat kan je hier nou voor spannends doen? Maar ik kreeg toch echt een appje dat ik me hier moest melden. Hallo, bos. Pisa. Oké. Klaas, dit is je missie. We willen dat je een antwoord vindt op de volgende vraag. Kan je met een rolstoel dwars door een bos racen? Veel succes. Dit bericht vernietigt zichzelf over 5 seconden. Tuurlijk. 5, 4, 3, 2, 1. Zie je wel? Dus, rolstoelracen in het bos. Leuk. Maar hoe dan? Ik heb een rolstoel nodig, jongens. Nou ja. Niet normaal, dit. Zo, ik heb nog nooit rolstoel gereden, maar hoe moeilijk kan dat nou zijn? Beetje aan die wieltjes draaien. Oh! Oké, dat moet je dus niet doen. Maar één keer proberen. Hey. Het is een kleine hobbel. Dat is niet wat het lijkt. Ik heb alles onder controle, hoor. Oké, goed. Poging 2. Ik moet hier toch op zijn minst het bos in kunnen rijden zonder problemen. Ja, ja. Ja. Nee. Oké, nog een poging. Dit moet kunnen. Lekker een beetje vals plat naar beneden. Go, go, go. Kijk dan. Kijk, dit is gewoon een probleem. Zodra het zand ook maar iets losser wordt, zit je met de rolstoel gelijk heel erg vast. Ik ben natuurlijk niet een ervaren rolstoelrijder, maar ik denk dat iedereen die dat wel is, die denkt, ja, de groet, ik ga niet een bos in, want voor je het weet zit je gewoon muur in muur vast. Dus met zo'n apparaat racen in een bos lijkt mij echt bij voorbaat al een kansloze onderneming, tenzij je dit pad ook offroad noemt. Maar ik schat zo in dat dat niet de bedoeling is. Help!